Ja, poetsen is inderdaad een van die dingen die we kunnen doen. Hè. Of is al sinds heel belangrijk. Maar hoe poetsen we nu correct? Om correct te poetsen moet je eerst en vooral kijken naar een goede tandenborstel. Dus het mag niet te groot zijn. We gaan op die tandenborstel ook tandpasta smeren met fluoride. Ja. Dus meestal 1 à 2 centimeter dat we gebruiken voor volwassenen. Ja. En dan gaan we dus de tand... Deze is wel te groot, hè? Deze is te groot. Maar dan gaat het dus je tandenborstel een beetje schuin houden, naar het tandvlees gericht. Ja. En dan kleine cirkels maken. Cirkeltjes. Ja. Daarbij is het ook belangrijk dat je niet vergeet om alle vlakken te doen. Dus eerst de buitenkant van de tanden, dan de binnenkant, dan bovenop. En in die volgorde, de buitenkant, de binnenkant? Ja, dus belangrijk is eigenlijk om een goede volgorde aan te houden en dat steeds zo te gebruiken. En waarom is het dan zo? Om niet alle kanten te vergeten. Als we meestal van links naar rechts gaan beginnen poetsen, zou het best kunnen dat je zaken vergeet. Dus het is belangrijk om een juiste volgorde aan te houden. Oké, goed. Je hebt inderdaad ook heel veel keuze in die tandenborstels. Hè. Je hebt medium, dan soft, dan wat harder. Wat kies je best? Best raden wij aan dus een medium tandenborstel te gebruiken. En waarom? Soms, omdat dus een medium tandenborstel gaat niet te hard zijn om te skrobben op je tanden. Een te zachte tandenborstel, daar gaat de tandpasta dikwijls snel blijven inkleven, waardoor dat je een meer skurend effect hebt. Ja, ja. Nu, een zachte tandenborstel kan best wel gebruikt worden als je tandvlees al bloed of te fel beschadigd is. Dan gaat het beter overschakelen naar een zachte. Ja. Maar eigenlijk als tandarts raden we een medium aan. Ja, hoeveel keer per dag poetsen? 2 keer per dag en liefst 2 minuten lang. 2 minuten lang? Minstens 2 minuten. Oké, ik zie hier vlosdraad liggen. Is dat eigenlijk belangrijk, dat we flossen na of voor een tanden, voor de tandenpoetsen? Wat moeten we eigenlijk doen? Moet het ervoor of erna, of is het niet nodig? Dat is goed dat je gedaan hebt. Inderdaad, flossen is belangrijk. Maar je kunt ook tussen je tanden gaan poetsen met tandenborsteltjes. Zo heel kleine ragers noemt dat. Nu, dat zijn vlakken die vaak vergeten worden. En flossen gebeurt, of met die ragertjes, gebeurt best voor het tandenpoetsen. Omdat je sowieso al meer plak en vuil van tussen de tanden weghaalt, waardoor dat de fluoride in de tandpasta zijn werk kan doen. Oké, goed.